wij zijn vandaag bij de Moes Academie. We zijn aan het kijken bij allerhande carnavalsclubs. En het allerbelangrijkste is dat we met onze jonge moesakken en moesakinnen zijn kijken. En die willen weer kijken wat het is, hoe het is. En we hebben ze overal mee naartoe genomen en ze krijgen overal goed uitleg. We zijn hier bij carnavalsclub Kijk Nou Eens. Wij doen nu dit jaar voor de tweede keer aan de grote optocht mee. Vroeger had het jeugdoptocht gelopen. We hebben hier achter ons een paar van de poppen staan voor de wagen. We zijn hier hebben een politieagent met een ME-kap op. Die komt eigenlijk achter in de toren, achter op de wegen op de wagen. En we er links lang staat en is ook een politieagent. Die komt ook in de toren te staan. En hier achter mij de bankdirecteur staan. Dat is de grote man van al het geld. En het idee is dat de moesmunten worden gestolen. Dus de politieagenten die gaan achter de boeven aan van de wagen die buiten staat. En zo gaan de boeven met de gestolen moesmunten op de vlucht voor de politie. Wij gaan dit jaar, we zijn vorig jaar zevende geworden. We proberen elk jaar toch wel plekje omhoog te gaan. En we denken dat we nu gaan we weer voor de vijfde plek. Dus we hopen de vijfde plek in ieder geval top vijf te kunnen halen. Teun, wij zijn hierbij. Ja, dat weten we eigenlijk nog niet helemaal. We zijn met twee, drie clubs samengegaan. Uit verschillende overwegingen. A, omdat de kar te zwaar is om met 12 man te douwen. We hebben gekeken, bouwen, dat is leuk, maar je moet wel met een hoop man zijn. En dat is ook wel goed dat de initiatief hier vanuit de jeugd bouwers van die krijgen. Met een mooi clubje iets bouwen. Dat is hartstikke mooi, maar je hebt ook mensen nodig die het en meedoen betalen en sponsoren. Maar ook die meedoen douwen, de kleren maken, een show doen. Dus dat is toch wel belangrijk. Dus de naam van de club die is onbekend. Als iemand een goede suggestie hebt, dan is je altijd van harte welkom. En welke drie clubs zijn het die eigenlijk bij elkaar zijn gekomen dan? Nou, het is eigenlijk Gruug Lochtes de basis. Die heb ik het initiatief genomen. We zijn 2 jaar geleden derde geworden en willen dit jaar eigenlijk een stapje hogerop nog. Daar hebben we eigenlijk Dag het Wit bijgevraagd. Die hebben een paar jaar wat minder gebouwd en met andere initiatieven, met een schommel en wel meegedaan, maar niet meer echt gebouwd. Ik zeg van, hey, als je nou eens met ons meebouwen, dan gaat dat hartstikke mooi. En dan zijn er een paar bij van verschillende clubjes, eigenlijk een vriendenclub is, maar die nog nooit echt gebouwd hebben. Die hebben toch een fanatiek gekregen en ja, dat gaat eigenlijk hartstikke mooi in de bouwschuur. Maar en kun ik je ongeveer uitleggen wat je tot nu toe allemaal gemaakt hebt? Want het staat hier allemaal ramvol. Ja, wij bouwen dit jaar Market Garden. Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is van de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben wij eigenlijk gezien dat, ja, dat was ook een optocht. En dat inspireerde ons om daar een wagen voor te bouwen. Helemaal voorop komt een tank. En dan komt deze kop die hier achter staat, komt daar voorop. Dan komt onze show waar we denk ik wel iets leuks voor gaan verzinnen. Dan helemaal voorop komt de trompetten. Dat is een bepaald type uit de oorlog die toen de muziek maakte. Dan komt hier deze jeep met deze twee koppen. Deze zit achter het stuur en die zit ernaast. Die zijn eigenlijk zo goed als klaar. Die gaan vandaag de schuur uit en de jeep gaat op het onderstel zodat we hier weer ruimte krijgen. Dan hebben we achter nog een paar motorrijders staan. Die komen in het midden van de wagen te staan. Die ook schommelen. De auto komt overigens op een kogel. Dan daarachter komen drie parachutisten met daarboven een wolk en een vliegtuig. En dan komt deze vliegenier in te zitten. En dan moet eigenlijk een beetje de optocht, maar ook weer de bevrijding, echt de market en de garden, samen over het land en vanuit de lucht, samen moet een beetje nagemaakt worden. Knoei. Ivo, kun je uitleggen wat je hier allemaal gemaakt hebt? Het is eigenlijk een carnavalswagentje. Thema is 1001 nacht. We hebben hier voorop een slangenbezweerder. Ja, er komt een lijfje, er komt een slangetje uit het potje.
En dan komt deze jongen bovenop te staan. Dat is vaak hier. En daarachter hebben we een mooie vrouw. En de kop staat erachter ergens weggedouwd. En dan krijgen we twee poortwachters om een... Ja, om een andere wereld in te gaan, zeg maar. De arme wereld en dan de rijke wereld, zeg maar. En daarachterop krijgen we een groot kasteel. En zit bovenop nog een vaak hier met een vliegend tapijt. En dat was het voor dit jaar. En dan waren jullie gezeten dat jullie klemmer ging bouwen, maar volgens mij is dat niet. Nou, dat is niet gelukt. Ja, dat komt door de enthousiasme. Ja, we vinden het steeds leuk om te doen, dus ja, waarom niet? Mooi, vooral niet klemmer gaan bouwen, daar zijn wij heel erg blij mee. Wil ik nog één keer iets zeggen tegen de kinderen, was dat die daar ook gewoon zo groot gebouwen net schullen? Nou, ik zou zeggen, jongens, als jullie willen gaan bouwen en vinden het leuk, ga beginnen. Gewoon doen. Sky leuk om te doen, dat is echt leuk. En als je ooit dingen wilt weten of zeggen maar, of een keer mee wilt komen bouwen, laat het weten. Je mag gewoon komen, je mag altijd komen kijken, maar ga bouwen. Dat zou ik wel doen, dat is leuk. En hoe lang zijn jullie nou bezig met zo'n wagen? Vanaf eind september zijn we eigenlijk begonnen met bouwen. En, dat verschilt per jaar. Het ene jaar beginnen we eerder, het andere jaar wel later. Maar ja, meestal wel rond die periode. En hoe hoog wordt die dit jaar, Ivo? 7,5. 7,5 meter hoogte. En als ik hem dan uitschuif? Ze zeggen 11, 11,5. Best mooi. En heel de draak zit helemaal om de mast van het schip heen. En het schip kun je daar aan de andere kant zien van op het onderstel. Kijk, en hier staat hij met zijn poten op de mast en op de zeilen. En dan gaat hij helemaal naar boven om de mast heen. En bovenop de mast komt nog een pop. En dan moeten we even kijken wat dat voor pop wordt. En wij staan nou bij... Vulmekaar. En bij Vulmekaar. Dat is de club van oud-prins Bart. En volgens mij heeft hij hier ook al het een en ander gevormd. Ja, eigenlijk alles. Bart is wel onze vormer. En die hebben we weer teruggekregen dit jaar. En daarom zijn we weer fanatiek aan het bouwen. Daar komt het eigenlijk op neer. En, kun jij het thema uitleggen van dit jaar? Precies hoe we het gaan aankleden weten we niet. Maar we bouwen voor het 22e jaar. En daarom hebben we onze mooiste poppen van de afgelopen 22 jaar op één wagen gezet. Dat is eigenlijk het idee. En als ik me eigenlijk niet vergis, ben ik jullie alles bij elkaar 6 keer rustig geweest? Ja, dat klopt. Dus we zijn nu ook 6 poppen aan het bouwen van alle 6 de wagens eentje. Dat is het idee. Ja. Hartstikke mooi. Er is ook al een hele hoop af en al een hoop geschilderd. Maar er moet toch nog wel het een en ander gebeuren. Ja, maar dat is niet erg. Dat is altijd en dat komt altijd goed. De laatste week wordt hartstikke gewerkt. Hè. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Nou.